Meester Ruiter. Ja? Ik ben 16 jaar en ik woon in Wissen. En je hebt een gouden medaille gehaald in Singapore. Ja, klopt. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, we moesten eerst tegen Ierland spelen. We hebben gewonnen met 2-0. Toen tegen Zuid-Afrika. We gewonnen met 13-0, 14-0. En toen nog een wedstrijd, maar al met 1-0 of 2-0 gewonnen. Dus het is wel mooi gehaald. Hoe was het dan in Singapore te zijn? Heb je daar nog iets van gezien? Niet heel veel. Nee, we mochten wel één keer met onze ouders mochten weg, maar we hebben ook niet heel veel gezien. Een beetje winkeltjes, maar voor de rest niet echt dat je dacht van wauw, wat een mooie omgeving. En is het nou een ervaring die je nou meeneemt in de rest van je leven? Doet het wat met je? Zo'n gouden medaille winnen? Ja, het doet wel wat met me. Mijn moeder heeft natuurlijk ook een gouden medaille gehaald. Dus het is echt, we hebben nu 2 gouden medailles in ons huis. Het is wel echt een hele mooie ervaring. Ja, 1 keer de jeugdliga spelen kan je maar meemaken natuurlijk, omdat anders ben je te oud. Ja. Dus het is wel echt een hele mooie ervaring geweest. Je hebt hem ook lekker bij. Heb je hem elke dag om dan? Of? Nee, dat niet. Hij ligt gewoon op een nachtkastje. En hoe ging het vandaag? Nou, ik heb wel eens betere wedstrijden gespeeld. Dus ja, het ging iets minder. Het hele team, dat zag je misschien ook wel. Een beetje op ons flikker gekregen, maar we kunnen veel beter. We hebben niet allemaal op 100% gespeeld. En wat doe je naast het hockey nog, in school? Ik doe nu de opleiding sport en management in Amersfoort. En voor de rest heb ik geen andere hobby's wat ik naast moet kan doen. Ik gewoon veel te druk met hockey bezig ben. En voor de rest, ja, school ben ik druk mee bezig ook. En wat ga je nu doen? Ik ga nu douchen en dan ga ik even wat eten met het team. En dan ga ik lekker naar huis en dan moet ik morgen hockey met dames en vind oké. Dankjewel. Alsjeblieft.